welkom bij deze nieuwe video. Ik was vanochtend aan het nadenken, wat voor video ga ik vandaag filmen? Ik zag de zon buiten, ik was aan het denken om een lente-zomer make-up look te maken. Maar ik dacht, dat is misschien nog iets te vroeg, aangezien het nog niet eens lente is. Maar ik wilde toch wel iets doen qua make-up met dit weer en zo. Dus ik dacht, ik ga een volledige matte make-up look maken. Ik maak echt nooit volledige matte looks. Ten eerste vind ik gewoon glitter en glans altijd heel erg mooi. En ten tweede heb ik een droge huid. Dus mijn huid is best wel mat van zichzelf. Dus daarom neig ik ook niet heel snel naar echt een volledige matte look. Maar ik gebruik zeker wel heel vaak gewoon matte producten. Alleen het eindresultaat is vaak niet helemaal mat. Maar vandaag ga ik dat wel doen. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die helemaal niet van glans en glitter houden. Die gewoon houden van een soft glam matte look. Dus speciaal voor jullie is deze video van vandaag. Het wordt ook een hele mooie draagbare look. Het wordt echt gewoon een mooie draagbare matte soft glam look. Dus ik denk dat jullie zo'n soort look ook wel leuk vinden om te zien. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je dit nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Daar help je mij ontzettend mee. En dan blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we nu snel beginnen met de video. Ik heb echt een beetje een Spaanse vibe happening over hier. Ik weet niet waarom dit mij een beetje Spaanse vibes geeft. Met het haar zo en de oorbellen en de off-shoulders en zo. I love it. Ik ga vandaag eerst beginnen met mijn gezichtsmake-up en dan pas mijn ogen. Zoals ik al zei in de intro, wordt dus alles helemaal mat. Dus ik ga echt een matte look maken. Ik ga ook heel veel matte producten gebruiken, et cetera. Deze look van vandaag is echt ideaal voor mensen met een vettige huid. Zo hou je je gezicht lekker mat de hele dag. En voor de mensen met een droge huid zoals mij. Voor jullie is deze look ook ideaal. Want ik ga jullie ook laten zien hoe je dus een volledige matte look kunt maken op een droge huid. Zonder dat het je huid helemaal uitdroogt. En ik ga beginnen met primer. Ik ga deze Pixie gezichtsolie gebruiken als primer. Dit wordt een van de weinige niet matte producten van vandaag. Waarom gebruik ik een olie als primer? Om mijn droge huid niet te droog te maken. Omdat ik dus nou al weet dat ik inga met echt een heleboel matte producten. Zorg ik ervoor dat mijn basis in ieder geval gewoon lekker vettig is. Want dat compenseert dan weer met elkaar. En dan blijft alles wel mat, maar toch wel gehydrateerd. De truc is echt dat je huid gehydrateerd blijft, ondanks dat het mat is. En dat kan allebei. Ik heb verder niks op mijn gezicht, behalve een dagcreme. Deze gezichtsolie is zo fijn. Hij kost wel wat, maar hij is echt super, super fijn. Hij trekt ook echt super snel in de huid. En dat vind ik heel fijn, want ik haatte altijd om heel lang te moeten wachten tot iets intrekt. Dan foundation. Een van de fijnste matte foundations is de Maybelline Superstay Foundation. Deze is echt super, super fijn. Ik heb hem in de kleur 48 Sand Beige. Mijn andere was opgegaan, dus ik heb nou weer een nieuwe. En deze kleur is echt ideaal voor mij. Deze heeft een volledige matte dekking, maar is dus niet helemaal zo uitdrogend en zo. En hij is betaalbaar. Dus deze is echt amazing. Ik weet nog dat een lange tijd echt iedereen deze foundation gebruikte. Maar ja, de mijne was dus opgegaan. Dus ik had hem niet meer. Volgens mij eergisteren heb ik hem opnieuw gekocht. Als concealer gebruik ik mijn Morphe concealer. Deze is ook echt super fijn en heeft een matte volledige dekking. Ik heb de kleur C2.15. Dit is wel echt een matte concealer. Dus als je een droge huid hebt of in ieder geval een droge huid hier zo rondom je ogen. Dan raad ik hem niet per se aan. Maar voor mensen met een vettig huid of een niet al te droge huid zoals mij. Daarvoor is deze concealer echt ideaal. Hij creased ook niet en hij blijft lang goed zitten op mijn gezicht. En dat vind ik echt gewoon fantastisch. En de prijs is echt super laag. Dan is het tijd voor poeder. Poeder is echt het nummer 1 product dat je gezicht mat gaat maken. En ik heb 2 poeders die ik jullie wil aanraden. Ik heb hier de Coty Airspan poeder. En dit is de extra dekking variant. Deze is echt super fijn. Hij is heel erg mat en hij geeft heel veel dekking nog aan je gezicht. En ik heb hier de Elf mat poeder. Deze poeder is echt super, super mat. Maakt je gezicht echt heel erg mat. Dus ideaal als je een hele vettige huid hebt. Allebei deze poeders zijn dus mat en heel erg fijn. En beide betaalbaar. De 11 poeders iets goedkoper, maar ze zijn allebei gewoon echt wel gewoon betaalbaar. Het enige verschil in de poeders is dat het deze dekking geeft en deze van 11 niet echt. Dus als je dekking erbij wilt, dan zou ik deze aanraden. En als je dat niet per se wilt en iets meer een lichtere, dunnige poeder wilt, dan raad ik deze van 11 aan. Deze ga ik ook vandaag gebruiken. Wat vindt trouwens iedereen nou van het mooie weer? Echt mensen, I love it. Ik vind het wel echt super apart hoe ons landje gewoon gaat van volop sneeuw, min 10 graden, etc. Naar ineens lenteweer 18 graden binnen een week. Ik dacht echt, wat is dit? Het is toch wel een beetje raar. Ik vind niet dat dat klopt. Volgens mij klopt het niet helemaal. Dus
Ik weet niet of er iets mis is met het klimaat, maar I don't know. Maar ik vind het wel heel frappant hoe het echt van sneeuw naar lente weer gaat. Maar ik ben er echt niet over aan het klagen. Ik hou van de zon, ik hou van warm weer. En ik heb echt een hekel aan de winter en al helemaal aan sneeuw en zo. Echt, ik vind het echt vreselijk. Deze video gaat pas online over een week, maar volgens mij is het over een week ook gewoon nog wel mooi weer. Dan ga ik mijn neus en mijn wangen contouren. Daarvoor gebruik ik dit Revolution paletje en ik gebruik deze kleur. Dan ga ik in met nog een poeder. Ik ga deze Revolution Brightening poeder nog extra aanbrengen hier zo onder mijn ogen om het daar wat extra te verlichten. Deze heb ik net nieuw en ik vind hem best wel fijn. Hij is ook best wel dun, dus hij maakt mijn gezicht niet nog dikker, dus dat vind ik wel fijn. En dan pak ik de onderkant van dit ding, ga ik er gewoon zo'n beetje in en dan druk ik het gewoon zo hier erin. En echt alleen maar zo hier onder mijn ogen, want alleen maar daar hoeft het een beetje verlicht te worden. Doe dit niet als je een hele extreme droge huid hebt. En dan een beetje weghalen met mijn kwast. En dan ben ik klaar. Kijk even hoe mooi die het nou hier zo extra heeft verlicht. I love it. Oh, mijn gezicht is echt super mat. Dus we gaan ons gezicht hydrateren met een beetje Maximal Fixing Spray. Fixing Spray is echt de key om je gezicht niet uit te laten drogen. Dus mensen, gebruik Fixing Spray. Nou, dan is mijn hele basis van mijn gezicht helemaal gedaan. Dus ik ga nu even stoppen met mijn gezicht en ik ga beginnen aan de ogen. Het paletje die ik ga gebruiken is het Naughty paletje van Huda Beauty. Deze heeft echt een heleboel matte kleuren, ook een heleboel glanzende kleuren. Maar we houden de look vandaag mat, dus ik ga vandaag alleen maar de matte kleuren gebruiken. Kijk even hoe prachtig dit paletje is. Echt een fantastisch paletje, dus ik ben best wel enthousiast om hem weer te gebruiken. Ik heb ook een hele review video gemaakt over dit paletje. Dus als je wat info wilt hierover, bekijk dan even snel die video. Maar spoiler alert, ik hou van dit paletje. Ik heb hem nog echt al zo vaak gebruikt. Dus vandaag ga ik hiermee een leuke look creëren. Dus we gaan weer inzoomen op de ogen. Oké, jongens, let's do this. Ik ben best wel enthousiast weer voor dit paletje. I love it. Ik ga beginnen met deze matte kleur hier. Die heet Rough. Die is een beetje lichtbruin. Oeh, jongens, mijn kwasten zijn weer gewassen. I love it. Ik gebruik mijn Zoeva kwast 228. En dan breng ik die kleur heel lichtjes aan in mijn arcadeboog. Ik hou er echt van om me op te maken met lekker schone kwasten. I love it. Dan pak ik de bruine matte kleur hier, die heet Hard. Die pak ik op met een iets kleinere fluffy kwast, 224, ook van Zoeva. En die kleur breng ik dan ook zo aan in mijn arcadeboog. Hiermee maak ik het een klein beetje donkerder. En ik richt mij vooral op de buitenste hoek zo. Die kleur breng ik dan ook aan op de hele onderste wimperrand. Dan pak ik deze lichte matte nude kleur, die heet Hypnotic. Die ga ik aanbrengen met deze platte kwast. Deze is van Boozy Shop UP30. En die kleur sweep ik gewoon zo een beetje over mijn hele ooglid. Oeh, die kleur is meer rozig dan bruin nude. Als ik hem zo zie in het paletje, vind ik hem niet echt heel rozig. Maar als je hem aanbrengt, is hij best wel roze. Zien we dit? Dat is wel apart, maar ik vind het wel gewoon alsnog mooi. Ik had het gewoon niet echt verwacht. Dan pak ik een beetje van de donkere matte kleur hier. Die heet Naughty. Ook weer met die kleinere fluffy kwast ga ik die aanbrengen. Echt alleen maar hier in de buitenste hoek. Om het daar een beetje wat dieper te maken. En die kleur breng ik dan ook weer een heel klein beetje aan op de onderste wimperrand. Maar echt maar een heel klein beetje. Zo, en that's it. Dat is de ooglook. Gewoon best wel makkelijk, best wel soft en helemaal mat. Ik zou nou zo graag gewoon een glanzende kleur willen aanbrengen over mijn ooglid. Maar dat mag echt niet. Ik breng ook altijd een lichte glanzende kleur aan. Hier zo in de binnenste ooghoek. Maar ik wil daar nou een lichte matte kleur aanbrengen om de look echt helemaal mat te maken. Dit Huda Beauty paletje heeft geen hele lichte matte kleur. Dus ik pak even dit Beauty Bay Bright matte paletje. En dan ga ik in met de witte matte kleur hier. En die breng ik dan aan in de binnenste ooghoeken. Zo, I love it. Dan ga ik ook een winged eyeliner aanbrengen. Daarvoor gebruik ik deze liquid eyeliner van Honest Beauty. Deze is echt super mat. Dus deze is echt ideaal voor de matte look van vandaag. Als mascara gebruik ik deze ABH mascara. En als nep wimpers gebruik ik deze nieuwe van Queen Tarzi in de stijl Roya. Dus die ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal klaar. Deze wimpers, jongens, echt super mooi. Ze zijn wel heel lang, maar nog wel zo mooi naturel. En super fluffy. I love it. Super, super mooie wimpers. Ik ga nou mijn gezicht bronzen en ik ga natuurlijk een matte bronzer gebruiken. Ik ga deze W7 Very Vegan Matte Bronzer gebruiken. Dit is echt een hele mooie bronzer. I love it. Het heeft een beetje een neutrale ondertoon. De kwast die ik gebruik is Boozy Shop UP02.
Als blush gebruik ik deze MAC blush in de kleur Peaches. Ook weer een hele mooie peachy, warme, matte bronzer. Blush. Zo, lekker veel blush, want daar hou ik van. Ik vind blush echt fantastisch. Altijd super mooi. Ik ga dus vandaag niet in met een highlighter. Volgens mij heb ik dat echt nog nooit in mijn leven gedaan. Dit is echt de eerste keer dat ik niet inga met een highlighter. Oh my god, het blijft gewoon helemaal volledig mat. Maar ik vind het wel iets hebben. Het heeft wel gewoon iets schoons. Het is zo lekker clean. Ja, I love it. Dan de lippen. Ik ga dus voor een matte liquid lipstick. Voor de lippen ga ik in met deze matte liquid lipstick van Zoeva in de kleur Natural Aesthetic. En dan als allerlaatste stap setting spray. En ik gebruik mijn Urban Decay All Nighter Matte Setting Spray. Dit is dus de matte versie, de ultra matte. En dat is obvious om alles nog extra mat te maken. Oké, jongens, ik ben nou bezig met een andere video, maar ik dacht ik ga jullie deze look ook laten zien. Het enige wat ik heb veranderd aan de look is de lippen. Je ziet al dat als je gewoon de lipkleur verandert, het de hele look helemaal verandert. En ik heb een beetje highlighter aangebracht, alleen maar op mijn neus, niet op mijn gezicht of zo. De rest is helemaal nog mat. Dus je kunt gewoon de look ook weer helemaal transformeren in helemaal iets anders. Zie je dit? Letterlijk alleen maar de lipkleur veranderen in een hele donkere felle kleur, verandert de hele look al gewoon helemaal in een avondlook. Dus ja, deze optie wilde ik jullie ook laten zien. Nou mensen, dit was het dan. Dit was mijn volledige matte make-up tutorial. Wat vinden we ervan? Ik vind het mooier dan dat ik van tevoren had verwacht. Ik mis ook helemaal geen glow of zo. Normaal is mijn gezicht echt één grote highlighter gewoon. Overal glans en glitter. Dit is gewoon echt een hele soft look. Ik vind het heel mooi. Ik vind het ook heel mooi dat mijn wangen zo soft zijn en met zo lekker veel blush. Dat vind ik ook iets heel cutes hebben. Iets heel schattigs. En ik vind het ook echt heel erg vrouwelijk. Maar ik denk ook dat dat komt door de kleurencombinaties die ik vandaag heb gebruikt. Ik hoop dat jullie deze look net zo mooi vinden als mij. Als je hem gaat namaken, tag mij in jullie looks. Dat vind ik altijd heel leuk om te zien op Instagram en zo. Laat me zoals altijd ook beneden in de reacties weten wat je vond van de video en van deze make-up look. Het is nou een klein beetje iets anders, maar nog wel echt heel erg mooi. Ik vind het echt heel clean, heel vrouwelijk. I love it. En voor alle mensen met een drogere huid, het is echt niet uitdrogend. Ondanks de matheid is het echt nog super gehydrateerd. Dus dat is echt top. Laat me ook beneden in de reacties weten wat voor video's je nog meer zou willen zien. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van deze video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!